Scheltema. En ja, ben ik goed te verstaan? Ja, oh, het gaat allemaal goed. En ze hier helemaal heel stil in Scheltema. Want de winkel is dicht. Dus dat is wel heel bijzonder. Ik mocht naar binnen. En de poppenkast die staat hier natuurlijk wel mooi op zijn eigen plekje. Maar die is dus helemaal leeg hier. En je kan je boeken bestellen bij Scheltema. En de volgende week kan je ze ook gewoon ophalen. Maar ja, er is helemaal geen publiek bij. Dus het wordt een hele bijzondere voorstelling. Helemaal speciaal voor jou, daar thuis. Kun je zo vanaf thuis kan je kijken naar de poppenkast hier in Scheltema. Kijk, hier staat die al helemaal. Nou, misschien ken je deze poppenkast wel al. Maar misschien ken je hem nog niet. En dan zie je meteen, dit is mijn bijzondere reispoppenkastje. Daar reis ik dan altijd mee, ja, van door heel Amsterdam. Maar dan reis ik ook naar Scheltema toe, vanaf de Dam helemaal hier naartoe. Kijk, en dat is eigenlijk mijn mooiste overhemd. Mijn allermooiste overhemd, met echt goud, zie je wel. En het is nu de gordijntjes geworden van dit poppenkastje. Dus dan ga ik de gordijntjes openmaken. En dan daarbinnen, daar komt de voorstelling. Dus als je dit zo meteen goed kan zien, dan zit je goed. Maar iedereen zit nu op de eerste rij, want we gaan gewoon de camera helemaal goed zetten, dat je goed naar binnen kan kijken. Nou, ik denk dat we wel zo'n beetje kunnen gaan beginnen. Ik wil nog één dingetje vertellen, voordat ik de gordijnen open doe en daarachter ga staan. Je hoeft je geen zorgen te maken. Dit wordt een poppenkastvoorstelling. Dat is natuurlijk altijd een klein beetje spannend, soms. Maar ik heb ook altijd een held in de poppenkast. Dat is de held van de poppenkast. De allerbekendste poppenkastpop van heel Nederland. Dus ja, als die erbij is, dan weet je, komt het uiteindelijk altijd allemaal weer goed. Dus maak je maar geen zorgen. De held is er. En die heet Jan Klaassen. Het is de held. Een hele grappige held wel. Ja, dat wel. Hij is ook een beetje een slaapkop. Weet je wat dat is? Dan wil je de hele tijd een beetje slapen. En ja, dan heb ik eigenlijk meteen jullie hulp nodig. Want het is hier zo stil hier. Jan Klaas is natuurlijk helemaal in slaap gevallen. Dus dan moet iedereen die nu kijkt, moet meehelpen door te roepen. Dan tel ik zo tot drie, als ik de gordijntje open heb gemaakt. En dan tel ik tot drie en roepen we met z'n allen, Jan Klaassen! Zo hard als je kan moet je dat roepen naar het schermpje waarnaar je kijkt. De tv of je iPad of je telefoon misschien wel. En dan zo hard dat hij door het schermpje heen helemaal hoort en dat hij dan wakker schrikt. En dan begint de voorstelling. Is dat goed? Meedoen, hè? Is erg belangrijk van afstand. Oké, nou. Dan ga ik nu de gordijntjes openmaken. Let op, hè. Kijk, daar gaan we. Ik knoop mijn mooiste overhemd open. Zo. En dan zo. Even keurig opzij. En dan dit. Want jullie kijken een beetje van bovenaf. Meestal kijken de kindjes en het publiek een beetje van onderaf. Die zitten gewoon daar beneden op een bankje of op de grond gewoon. Maar nu kijk je een beetje van bovenaf van de verborgen camera hier in Scheltema. Daarachter zitten jullie nu. Zo. Het is me gelukt. En nog wel zonder hulp. Ik heb hem helemaal open gekregen. Goed. Dan kunnen we dus nu bijna beginnen. Ik ga achter de poppenkast staan. Ik tel tot drie. En dan roepen wij met z'n allen tegelijkertijd Jan Klaassen. Zo hard als je kan. Let op, hè. Daar ga ik. Ik ga naar achteren. Zo, oh ja, ik ga natuurlijk even de microfoon goed hier neerzetten. Ik heb zo'n mooie microfoon gekregen van Scheltema. Moet ik natuurlijk goed vastzetten dat hij niet aan duigen valt zo meteen. Zo. En dan ga ik tellen, hè. Let op. Denk aan wat we hebben geoefend. Ondertussen kijk je mooi goed de poppenkast in nu. Ik zeg 1. Ik zeg 2. En 3. Jan Klaassen! Jan Klaassen! Oh, kijk, de hele poppenkast gaat op en neer, zeg. Hé, wat gaan we nou? Wat zullen we nou beleven? Wie zit er maar zo te... Nou, huh? Kijk nou, het is allemaal... Er zit helemaal niemand. Wie zit mij nou zo knetterhard te roepen? Wie zit mijn naam zo... Huh? Zit daar gewoon
achter de verborgen camera zitten daar allemaal lief publiek. Hey, jongens en meisjes, zaten jullie zo mijn naam te roepen? Ja, hè, dat dacht ik al, ja. Zeg, zo knaterhard maar roepen, dat ik het allemaal door het schermpje heen nog hoor. Zeg, goed gedaan. Maar ja, wel een beetje jammer, want eigenlijk lag ik even lekker te slapen hierachter, snap je? Ik lag even lekker te slapen daar. Dat mag toch wel even, hè? Ik mag toch wel eventjes slapen, hè, jongens en meisjes? Hè? Ik kan het niet goed horen. Volgens mij roepen jullie ja. Volgens mij roepen jullie ja. Wacht, kijk. Ik heb nog even dit erbij. La la la. Weet je wat dit is eigenlijk? Kussentje. Niet zomaar kussentje. Het is mijn mooiste kussentje. Want het is buiten een beetje guur weer. Wind en regen. En er komt storm. Er komt misschien sneeuw. Nou, dan ga ik lekker binnen liggen. Lekker met mijn kussentje. Lekker slapen. En dan kunnen jullie kijken vanaf je bankje. Zo de poppenkast in. Kan je kijken naar mij? Hoe ik hier lig te slapen. Leuk, hè? Dit is leuk voor jullie. Leuke poppenkastvoorstelling. Jan Klaassen ligt lekker te slapen. Geniet er maar, hè? Welterusten allemaal. Daf! Jan Klaassen? Ben jij het, Katrijn? Ik schrik me allemaal, het lapen Lazarus is gewoon mijn eigen vrouw, Katrijn. Ja, dat weet ik ook wel. Ja, maar ik zeg het even tegen de mensen thuis. Kijk daar, achter die camera. Daar zitten ze. Oh, achter de schermpjes. Oh, hallo, dag lieve kinderen. Wat leuk zeg, wat enig. Kijken jullie zo de poppenkast in? Ja, en ik ging net heel leuk, ging ik hier op dit kussentje liggen slapen. Kunnen ze kijken hoe ik lig te slapen? Leuk, hè? Dit is toch helemaal niet leuk, Jan Klaassen? Dat vinden die kinderen helemaal niet leuk. Jawel, dat vinden jullie wel leuk. Wel, nee, Jan Klaassen, daarbij. Het is heel erg vervelend weer buiten. Het regent nu. Misschien gaat het later zelfs sneeuwen. Heel koud. Ja, en dan ga ik lekker binnen. Lekker warm in de poppenkast. Hè? In Scheltema is het al warm en in de poppenkast al helemaal, joh. Ja, maar... jij denkt alleen maar aan jezelf, hè? En je denkt nou nooit eens een keertje aan ons zoontje. De... zoontje? Waar heb jij het nou over? Jantje? We hebben toch een zoontje, Jantje? Oh ja, Jantje. Ja, dit is toch jouw zoontje? Nou, dit is ook jouw zoontje. En die kan nou helemaal niet buiten spelen. Hè? En je moet toch zoveel binnen doen, nou, niks is open. Hè? Dus je moet even leuk met Jantje gaan spelen. Met Jantje spelen, maar mijn kussen. Ja, dan leg je dat kussen weer even weg, Jan Klaassen. Hè? Dat is belangrijk, dat je als papa ook leuk even gaat spelen met je zoontje. Hè? Roep hem maar. Hè? En dan kom ik zo even kijken hoe het gaat met je. Dan ga ik nou even bijkomen van alle emoties. Ik ga even liggen, hoor. Oh, jeetje, die Jan Klaassen. Katrijn. Hebben jullie dat gehoord? Nou... dan moet ik gaan spelen met mijn zoontje Jantje. Oh, wat zielig voor jullie. Komen jullie kijken naar een leuke poppenkast? Heb ik helemaal iets leuks bedacht voor jullie? Moet ik gaan spelen? Heel saai. En ik kan dit helemaal niet. Ik ben heel slecht in spelen. Nou ja, weet je wat? Anders wordt Katrijn boos. We roepen gewoon even Jantje. Dat is mijn zoontje Jantje. Die is wel heel leuk, hoor. Hij ziet er heel leuk uit. Leuk pakje heb je aan. En een leuke naam natuurlijk, hè, Jantje. Dat is een heel leuke naam. We roepen hem even. Jantje! Ik roep hem eventjes heel delicaat, anders schrikt hij. Jantje! Nou, misschien moeten jullie even meeroepen als het kan, vanaf je bankje. Ja, hij heet Jantje, ja? Jantje! Jantje! Kan ik nou zitten, hè? Hey, Jantje, waar ben je nou? Jantje! Jantje, wat zit je, Jantje? Hey, Jantje! Jantje, ben je buiten? Ben je even uit de poppenkast gegaan? In de lege Scheltem... ik dacht even dat ik hem zag. Hey, Jantje, zit je ergens in de Scheltermanen? Zagen jullie hem al? Zit hij hier ergens? Volgens mij wel, hè? Hey, als je hem ziet, kan je... zag je hem? Nu moet je even roepen. Roep dan aan je schermpje. Roep dan aan je schermpje dat je hem ziet. Want dan weet ik dat ik even moet omkijken. Als je...
Ja, maar kan je niet wat harder roepen? Dat je... Maar kan je niet dat ze in de huiskamer bij jou of zo het allemaal horen dat iedereen schrikt? Dat je... Nou ja, zeg maar... Ja, maar... Oh, die Jantje, die is de hele tijd... Super snel... Wacht even hoor. Zit hij daar nou bij dat gordijn? Zit hij bij dat gordijn? Volgens mij wel, hè? Ik dacht al dat ik wat zeg... Ja, nou, ik zag nou duidelijk iets bewegen daar, hè, Jantje. Ja, ja, ik zie je wel, Jantje. Kijk eens hier. Kijk eens. Hier. Het is gewoon zijn pyjamaatje, zie je dat? Heb ik hier te pakken. Kom eens even, Jantje. Kom eens even. Kom eens even kijken hier. Nee. Wat zeg je nou, Jantje? Kom eens even kijken hier. Er zijn allemaal lieve mensen hier. Nee. Nee. Ja, maar... Die zitten daar allemaal te kijken naar de poppenkast. Die willen jou heel graag ontmoeten. Die willen jou heel graag zien. Nee. Ja, waarom niet dan? Altijd met je nee. Is eng. Eng? Dit is niet eng. Dit zijn allemaal lieve kinderen daar. Eng. Nee. Nee, dit is niet eng. Kom nou. Ah, vindt altijd alles eng, hè? Vindt altijd alles eng. Kijk, dit zijn hele lieve kinderen. Nee, eng. Kom nou! Die kinderen, jullie zijn toch niet eng? Weet je wat? Als jullie nou even allemaal zo lief mogelijk kijken. Allemaal heel lief lachen. En een lach op je wangen. En dan lachen met je ogen ook. Lachen, hè? Ja, met je hele gezicht. Zo, ja, ja. Kijk eens, Jantje, kijk eens. Kijk eens hoe lief ze kijken. Kijk eens hoe lief ze eruit zien. Niet eng. Nee, kijk dan hier. Zijn jullie niet eng? Nee, dat zie je toch. Kijk naar wat de lieve kopjes. Jullie zijn er niet eng. Nee, jullie zijn er niet eng. Nee, dat zeg ik toch al de hele tijd. Hè? Kijk maar weer normaal hoor, kinderen. Je mag weer gewoon chagrijnig kijken. Kijk maar weer gewoon. Ja. Hey Jantje. Kijk, zij komen voor een voorstelling. En dan zei Katrijn dat ik jou er even bij moest roepen. Maar weet je wat we dan kunnen doen? Dat is leuk. Dan kan jij even voor de mensen... dansen en zingen en zo. Hè? Dit is een leuke poppenkastvoorstelling. Ga ik even liggen. En dan ga jij even een leuk liedje doen en een beetje een dansje. Nee. Nou, weer die nee? Je kan toch even zingen? Nee. Ja. Jij kan heel goed zingen. Nee. Jij bent mijn zoon, de held van de poppenkast. En jij kan heel goed zingen. Nee. Wat is dat toch met die nee de hele tijd? Ik ben niet Jantje. Wat zeg je nou? Ik ben niet Jantje. Jij bent wel Jantje, jij bent mijn zoontje. Nee, ik ben een auto. Huh? Ik ben een auto. Vroom, vroom, brrk, af. Oh. Jij bent geen auto, dat ziet toch iedereen? Ik ben een auto. Vroom, vroom, brrk, af. Dat is... Onzin! Jij bent Jantje! En jij gaat even zingen. Jij komt even hier staan en dan ga je voor de mensen even een leuk zingen en een dansje doen. Ik ben in auto. Vroom, vroom! Ja. Auto, zegt hij. Nou, kinderen, ik weet er wel wat op, hoor. Ik weet er wel wat op, want ik kan toevallig heel goed toneel spelen. Ja, ik ben de held van de poppenkast, hè. Ik ben heel goed in toneelstukjes spelen. Ga ik even meespelen. En dan roep ik hem als auto. Maar dan zeg ik dat hij dan als auto even moet zingen voor jullie. Hè? En dan ga ik even liggen. Maar dan komt het toch nog goed allemaal. Let maar op. Kijk. Ga ik even meespelen. Hè? Let op. Jantje. Ik bedoel. Auto. Auto. Kom eens. Ah. Kijk. Auto. Auto. Ja. Ah. Hoor je? Nou zegt hij ja. Hoor je? Auto. Kom jij eens eventjes hier. Rij jij nou eens eventjes hier naartoe? Nee. Wat? Ah! Wat is dat toch met die nee? Je kan toch rijden? Je bent een auto. Rij jij eventjes hier naartoe? Nee. Mijn benzine is op. Oh, nou is de benzine weer op. De auto, oké, dan blijf je daar staan. Maar auto, ga jij dan even nou leuk een liedje zingen, hè? En een dansje doen, hè, auto? Nee, ik wil het allemaal niet. Ik wil pelen. Zeg je nou weer allemaal? Hij is ook zo moeilijk te verstaan. Dit is zo moeilijk aan kinderen.
Ik wil pelen. Wat zeg je nou? Pelen. Ja, ik weet niet wat dat betekent. Ik kan geen kindertaal. Pelen, pelen, pelen. Tikketje pelen. Hé? Tikketje pelen. Ja, ik heb het nog nooit van gehoord. Het is tikkie. Oh. Wat doe je nou, Jantje? Tikketje. Tikkertje? Tikketje pelen. Op. Dat is mijn slaan. Dat is geen tikkertje. Ja, tikkertje zo. Tikkie, tikkie. Oké. Als je dat tikkertje noemt, dan gaan we dus geen tikkertje spelen. Hè? Zeker geen tikkertje. Veel te gevaarlijk voor jou. Toppetje pelen? Hè? Toppetje pelen? Wat is dat nou weer? Toppetje pelen, toppetje pelen. Ik zeg, kinderen, kunnen jullie verstaan wat hij zegt? Ik versta er helemaal niks van. Hij is een beetje raarachtig spraakgebrek, denk ik. Jantje? Jantje? Oh nee. Hij is weg. Jantje. Waar ben je nou? Oh jee, zo meteen komt Katrijn. En is Jantje hier in die hele grote winkel hier, die enorme boekwinkel, schelpt hem maar, kwijtgeraakt. Oh nee. Jantje is weg. Oh. En die zien we natuurlijk nooit meer terug. Ik ben hem kwijtgeraakt. Wat erg. Kiekeboe. Ah! Wat was dat? Kiekeboe. Ah! Iemand, maak me aan het schrikken. Kiekeboe. Ah! Kiekeboe. Ah! Wat is dat? Een spook? Kiekeboe. Ah! Kiekeboe. Ah! Wie doet dat kiekeboe met mij? Wacht even. Er zit een spook hier, kinderen. Eén moment. Ik ga zo door met het probleem wat we hadden van de Jantje. Maar er is hier iets heel engs. Wacht, ik pak even. Ik hier. Kijk. Ik heb altijd hier zo'n zwabber. Dat is eigenlijk voor schoonmaken. Daar doen we verder nooit wat mee. Maar kijk. Als dat spook daar komt. Hè, dan sta ik klaar met die zwabber. En dan wham. Zo in één keer. Hè. Dat is een goeie toch? Hè? En dan kan ik daarna wel weer naar Jantje zoeken. Maar dan ga ik nu even. Wham. Zo in één keer. Hè. Zodra die er is. Kiekeboe! Had ik hem nou? Was geloof ik net mis, hè? Was net mis. Kiekeboe! Weer net te laat. Nou, als jullie nou een beetje roepen als je hem ziet, weet je, dan kan ik hem lekker knetterhard slaan, weet je wel. Kiekeboe! 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 Oké, ik moet nog sneller zijn. En jullie moeten beter meehelpen. Kan niet alleen aan mij liggen, zoiets. Zodra je iets ziet, meteen. Wap! Zodra je iets ziet bewegen, dan meteen roepen en dan ga ik meteen. Jinklaas! Ja! Ja! Jinklaas! La 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 la. La 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 la. Jan Klaassen? Ja, Katrijn. Wat ben jij nou aan het doen? Oh, ik ben een beetje aan het zwabberen. Lekker schoonmaken, een beetje dweilen en zo, hè? Ben jij aan het dweilen? Ja, ik dacht het is tijd om het een beetje schoon te maken hier. In mijn gezicht. Nou, dat zag er ook een klein beetje. Oh, dan ga jij je zwabberen, Katrijn. Hé, hey, Katrijn. Wat ga je doen? Katrijn? Ja, zo, Jan Klaassen, weg met die zwabber. Jij zou gaan spelen met Jantje. En nou moet je opeens gaan zwabberen, hè? Waar is Jantje? Nou, dat is het grote probleem. Ik heb heel slecht nieuws, Katrijn. Slecht nieuws? Ons zoontje is weg. Die zien we nooit meer terug. Oh, verdwijnen. En nou kunnen we niks anders doen. Dan mag gewoon gaan slapen. Ach, hou nou toch op, Jan Klaassen. Je moet gewoon even zoeken. Ja, oh, wacht even. Ja, zoeken. Hij had het de hele tijd over toppertje pelen. Ja, natuurlijk. Hij wil natuurlijk gewoon verstoppertje spelen met jou. Dat, wacht eens even. Wacht eens even.
verstoppertje. Dan bedoelt hij natuurlijk bij verstoppertje spelen. Nou, wat ben jij slim, zeg Jan-Klaas. Dankjewel hoor, dankjewel. Ik ben ook de held van de poppenkast. Hey, maar dan hoef ik hem dus alleen maar te zoeken. En dan heb ik... Maar hij kan het helemaal niet, hè. Hij gaat altijd het kiekaboe roepen. Laat die man enorm schrikken. Dan moet je het hem even uitleggen. Dat is nou leuk spelen. Ja, maar ik had bedacht, dat gaat hij leuk zingen en dansen voor de mensen thuis. He? Hebben ze toch nog een leuke voorstelling? Jij moet eens even ophouden met de hele tijd wat jij leuk vindt, Jan-Klaas. He? Daar heeft Jantje geen zin in. Ja, mensen, die papa's die willen altijd maar doen wat zij leuk vinden met de kinderen. He? Maar je moet luisteren naar het kind, hè? Wat die wil, Jan-Klaas. He? Verstoppertje, en dan ga jij aan hem leren. Ja, maar Katrijn, die mensen die willen zingen en dansen zien, die komen voor poppenkast. Je gaat hem leren verstoppertje spelen, precies hoe het moet. Ik stuur hem wel even, ik weet wel waar hij zit hoor. Hij zit altijd achter het gordijn, als hij zich ergens verstopt. Ik zie hem al, hij komt even naar je toe. Jan-Klaas, je leert het hem, hè. Ja, maar Katrijn, niet doen wat jij wil, wat hij wil. Ja. Nou ja, zeg. Krijg ik weer de schuld. Terwijl, hè, ja, hij kan het helemaal niet. En dan, dan moet ik het hem misschien uitleggen. Ah, daar ben je, Jantje. Wat was je nou aan het doen, toppertje? Ja, zo gaat het stoppertje helemaal niet. Nee, jij laat me de hele tijd schrikken. Kiekeboe, ga nou even op. Hè, dat hoort er niet bij verstoppertje. Kiekeboe? Nee, dat hoort er niet bij. Dat zeg je helemaal niet. Als je verstoppertje speelt... Dan ga ik gaan tellen en ik kijk niet, ik kijk zo daarheen. En dan gaat je verstoppen. En dat betekent dat je dus ergens bent, dan zie ik jou niet. En dan moet je net zo lang wachten tot ik jou heb gevonden. Dan ga ik zo kijken en dan heb ik je gevonden. En jij probeert niet gevonden te worden. Kiekeboe, hou nou op met de kiekeboe, dat moet je dus niet zeggen. Niet van de kiekeboe, ja? Begrepen? Ja. Oké, nou goed, ik ga tellen tot 3. Hè? Ik kan tot 3 tellen namelijk. En dan ben jij helemaal verstopt, ja? Ja. Oké, goed, nou, dan gaan we, hè. Let op. 1, 2, 3. Wie niet weg is gezien. Ik kom. Wat doe je nou nog hier? Toppetje. Nee, jij moet je verstoppen. Jij gaat dan ergens waar ik jou niet zie. En dan ga ik jou zoeken, snap je? Snap je het nou? Ja. Dus nu snap je het, hè? Ja. Oké, nou dan ga ik tellen. En jij gaat je verstoppen, hè? Ja. Oké, nou goed. 1, 2, 3. Wie niet weg is gezien. Ik kom. Je snapt het niet. Ik snap het. Toppetje. Nee, maar je doet het niet goed. Kiekeboe, hou op. Kijk, jij gaat hier bijvoorbeeld hier. Kijk, hier, dat gordijn. Daar ga je toch altijd verstoppen. Hier, achter dat gordijn, dan ga je daar. Dan kan ik je niet meer zien. Niet meer zien. Hè, zo. En dan blijf je daar totdat ik je heb gevonden. Snap je? Verstoppen. Toppetje. Juist. Nou, ik ga tellen. Jij gaat daar, achter dat gordijn. En dan zie ik jou niet meer. En dan ben je verstopt. Ja. Oké, niet hier blijven staan, hè? Nee. Ja, ik denk dat hij het nou snapt, hoor. Ik denk dat hij het snapt. Oké, dan gaan we. 1, 2, 3. Wie niet weg is gezien, ik kom. Zo, heb het begrepen. Ik zie hem niet meer. Ja, hij is helemaal weg, kinderen. Goh, heb je goed verstopt, zeg. Ik zie hem niet eens meteen. Hey, maar nou heb ik een heel slim idee. Kinderen... Dan pak ik nu gewoon mijn kussen. En dan ga ik lekker op de kussen liggen. Dan denkt hij, ik ben verstopt. En papa is maar aan het zoeken. We zijn leuk aan het spelen samen. Dat denkt hij dan, hè? Dat denkt hij. En ondertussen lig ik lekker te slapen. En hij maar verstopt zijn. Nou, even mijn kussen pakken. Kiekeboe. No! Oké, nou, nog 1 keer ga ik het doen hier. Jij gaat nu hier achter dat gordijn. Dieper. Nee. Ja, dat ik je echt niet meer zie, hè? Zo, daar ben je heel goed verstopt. En dan moet je heel stil blijven, Jantje. Heel stil. Want dan kan ik jou zoeken en niet vinden. Snap je? Dat kan heel lang duren. Zo, nou, dan zit je eigenlijk verstopt, hoor. Goed, daar gaan we. 1, 2, 3. Wie niet weg is gezien. Ik kom, je bent verstopt. Heel goed. Zo. Kinderen. Het was even een gedoe. Maar nu kan ik dan eindelijk lekker
op mijn kussen. Lekker gaan slapen. Welterusten allemaal. Oh! Auw! Wat is dit voor een belachelijk hard kussen? De kussen is... Oh, daar. Hé? Hebben we verkeerd neergelegd? Nou, oké. Okay. Dan gaan we nou, jongens, welterusten. Nou ga ik eindelijk echt slapen, hè? Ik zeg welterusten tegen jullie. Oh! Auw! Hoe kan het... Hé? Hé? Daar helemaal? Hoe kan dat nou? Ik ga er maar snel op liggen, jongens. Ja, pap! Oh. Hé? Hoe snel is dat kussen? Die verschuift de hele tijd. Wacht even, ik ga even topsnelheid nu. Snel met mijn kopje erbovenop, hè, voordat hij weer weg is. En dan gaan we! Ja, pap! Oh. Ja, pa, pa, ta, pa, 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 ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Jantje, ben jij dat aan het doen? Auw, wat doe je nou? Kussengevecht? Ja, kussengevecht, kussengevecht. Stop even, Jantje. Blijf van de kus af. Wow, blijf van de kus af. Wow, blijf van de kus af. Is een hele leuke. Wat ben jij aan het doen? Jij bent heel stout, Jantje. Hè? We gingen toch verstoppertjes spelen? En jij gaat maar de hele tijd zitten plagen en gemeen doen. Nee, is een heel leuk pelen. Papa, 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 papa. Ja. Papa. Ja. Jij kan heel leuke pelen. Hé? Jij bent heel goed in pelen. Nee, ik kan juist helemaal niet spelen. Ik ben er helemaal niet goed in. Jij bent heel, heel goed in. Hé, krijgen we nou? Ik krijg een knuffeltje van hem. Hij vindt me geloof ik heel goed in spelen. Nou ja. Ik krijg gewoon een zoentje van hem. Het tikketje pelen. Het toppetje pelen. En de kussengevechten. Vond jij dat ik dan leuk met jou aan het spelen was? Hele leuke. Horen jullie dat, kinderen? Hij vindt me heel goed in spelen. Ik dacht, die zit me te plagen. Maar we waren gewoon heel leuk aan het spelen. Was heel gezellig eigenlijk. Oh, kijk nou. Ja, natuurlijk. Jan Klaassen, de beste speler van heel de wereld, hè? De held van de poppenkast. Heel leuk. Nou, zo zie je maar, hè? Leuk met je papa. Nou, oké. Okay. Als je het zo leuk vindt om met mij te spelen, dan gaan we nog wel wat spelen. Wat zullen we nou spelen? Zullen we nog een keer een tikkertje doen dan? Nee. Wat nou weer? Nu lapen. Wat zeg je? Nu lapen. Jantje? Die gaat zo liggen slapen opeens. Op mijn kussen. Hey, Jantje, wakker worden. Jantje! Slaapt heel diep. Hij ligt er wel heel lief bij, zeg. Maar op mijn kussen, daar wou ik niet gaan liggen. Dan ligt hij op mijn... Allemaal uitgeput. Wacht even, ik leg hem even neer, hoor. Oh, kijk hem nou eens even liggen, zeg. Helemaal uitgeteld. Ik heb hem... Te hard laten spelen. Te hard laten werken, kinderen. Hè? En nou heb ik geen kussentje meer om op te liggen. Nou, Jan Klaassen. Kijk nou eens. Oh, Katrijn, niet zo besluipen, hè. En een beetje stil ook. Kijk, hij ligt te slapen. Ja, wat ligt hij er lief bij, hè? Ja, zo is hij wel lief, hè. Als hij slaapt. Ja, als hij slaapt, ja. Oh, Jan Klaassen, heb je zo leuk met me gespeeld? Ja, hij was heel blij. En nou is hij helemaal moe geworden ervan. Is hij helemaal lekker gaan liggen slapen. Lekker. Ja, maar wel op mijn kussen. En ik wou niet op de kussen. Stil nou, Jan Klaassen, kom. We leggen hem even in een lekker rustig hoekje daar achter de gordijn. Kan hij lekker even uitrusten. Ja, maar ik moet mijn kussen hebben. Niet zo zeuren, Jan Klaassen, kom. Pak zijn koppie. Leg hem voorzichtig opzij. Ja, ja. Ja, ja. Hou het kussen eronder. Ja, dat doe ik toch. Oh ja, dat doe ik toch. Zo. Nou, Jan Klaassen. Wat heb je dat weer? Geweldig gedaan, Jan Klaassen. Ja, vind je dat ik het goed heb gedaan? Jij bent echt de held van de poppenkast. Ja, hè? Zo goed met spelen. En dan krijg jij van mij
Een zoentje? Nou, nee. Dat hoeft niet, Katraan. Dat hoeft echt niet. Ja, je krijgt een zoentje. Nee, Katraan. Katraan, hou nou even op. Hou nou even op, Katraan. Nee, Jan-Klaas, we zijn getrouwd. Hè? Oh ja, dat is waar. Sorry mensen, dit moet heel even. We zijn getrouwd, snap je? Dus kinderen, even allemaal een schermpje uitzetten of even wegkijken. Dan kom ik, hè? Ja, dan kom ik aan. Wat ben je toch een heerlijke man, hè, Jan-Klaas? Oh, weet je wat? Dan gaan wij gezellig saampjes eventjes een klein wandelingetje maken. Kijken of het al sneeuwt. Nee joh, het regent, het is al koud. Nee, dit is toch leuk? Oh, we gaan even hier door de hele stille winkel heen. Kijken naar alle leuke boeken. Dit is ook heel bijzonder. Kom, Jan-Klaas. Ja. Ik kom eraan. Kijk, er zitten allemaal lieve mensen daar thuis. Die kinderen daar. En die hebben mij heel goed meegeholpen. Oh ja? Zonder jullie was het nooit gelukt. Zonder jullie was het nooit goed gegaan, het spelen. En dan mogen jullie nog één dingetje doen. Voor deze voorstelling. Wat is dat dan, Jan-Klaas? Dat heet applaus. Oh, dat is zo in je handen klappen. Ja, doe maar. Zo ja. Oh ja, en dan ga ik buigen. Dank u. Wat een chique applaus, zeg. Nou, kom Jan-Klaas, we gaan. Dag, tot de volgende keer. Dag allemaal. Dag.